Peters. Oké. Nou ja, Edwin, we gaan met elkaar beginnen. Hè? Ik ja. was al met jou begonnen. Je was al heel erg bij mij voor begonnen. Voor je het vergeten was. Dus. Ja, ja. Een ooglidcorrectie heb ik gehad. Ja. Dat is alweer een paar weken geleden. En de onderoogleden? En de onderoogleden, gelezerd. We hebben wat botox gedaan. Ja. Front, vooraf. Ja. En we hebben een heel klein beetje fillertjes. Ja. Ja. En wat fillers gedaan. Ja. Dus, en dat allemaal in één keer. Ja. Ja. Maar de ooglidcorrectie, dat is een van de meest voorkomende correcties, hè? Ja. Die doen je doet of ingrepen. Ja, dat doen we heel veel inderdaad. Dus ja. daar maken mensen heel blij mee. Maar we doen natuurlijk nog veel meer dan dat. Dus, ja. En daar hebben we het ook heel even over gehad. Van dat je misschien nog iets anders zou willen laten doen. Ja, ja, want ik wat een beetje op ons vrouwenleeftijd, hè, alles gaat allemaal zakken natuurlijk. Behalve tandvlees, hè, dat is al bekend. Ja. Maar dat is die kaaklijn. Ja. En dat is die buik, hè, ja. toch wel gewoon. Een beetje, ja. ja. Een beetje wel. Ja. Nou, daar hebben we het ook eerder over gehad. En dat zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Ja. Maar eigenlijk een mooie optie is natuurlijk om met een sculpture te behandelen. Dus een apparaat wat eigenlijk non-invasief is. Ja. Zonder sneetjes, zonder operatie. Pijnloos. Procedure. Daar ben je blij mee. Ja, daar ben ik blij mee. En eigenlijk smelt je het vet weg met een laser die door de huid heen straalt. Nogmaals, verschrikkelijk pijnloos. En geen downtime, dus geen herstel. Dus dat is iets wat we kunnen doen. En het apparaat is ook net FDA goedgekeurd voor de behandeling van de onderkin. Dus daar kunnen we eigenlijk hier in dit gebied... Ga je nu beetpakken? Nou, een klein beetje laten zien. Sorry, ja. De plasseur is altijd heel visueel en ook hoogtastelijk. Dus. Ja, dat mag, hè. Dat is de enige die eraan mag komen. Ja, maar kijk, dat sculpture, dat is echt pijnloos. En ook geen hersteltijd, hè. Dat had dit natuurlijk wel. Ja. En ik ben een erg ongeduldig persoon. Maar achteraf is het natuurlijk toch gewoon... prachtig. Je bent er heel gelukkig mee. Ik ben er heel gelukkig mee. Ja. Het is wel, denk ik, een belangrijke boodschap voor de mensen van onderschat het niet. Ik bedoel, het is hartstikke mooi wat het kan doen. Hè? Ik denk dat we daarover eens zijn. Absoluut. Maar het is wel zo van dat er een bepaalde herstelperiode is die we echt in acht moeten nemen. En de cliënt die moet dat wel realiseren. En als ze dat doen, dan kunnen ze heel blij mee worden. Ja. Nou, en vorige week heb je verteld dat zo'n ooglidcorrectie wel gewoon eigenlijk voor het leven. Maar in ieder geval de komende 10 jaar ben ik heel erg blij mee. 8,4 jaar, hè? Dat zijn de... Wat bedoel ik? Hier, 8,4 jaar. 8,4 jaar. En nou, bij de dames die we vorige week hebben gezien, zag je dan nog duidelijk na 11 jaar dat er een duidelijke verbetering is ten opzichte van de situatie ervoor. Dus over 11 jaar bij Bubbles & Gloss. Alle informatie, want dan zie ik er nog steeds zo uit. Als je nog meer informatie hierover wilt, dankjewel Edwin. Dan ga dan naar onze website en ik zie je heel graag in het volgende seizoen weer terug. Zeker weten. En dat gaat gebeuren. Oké. Okay.